Sari van Veenendaal is juist uitgeroepen tot de beste keeper. Maar dat is zeer ja. Sari. Ja, ook leuk. Ziek aan je. Jawel. Je hebt heel weinig, vind ik, heel weinig goede dameskeepers. Ja. En zij staat te keeper af en toe als een vent. Ja. Kijk even naar de uitslag. Ja, maar daar heb ik weer niks mee bedoeld. Nee, dat snappen wij heel goed. Dit verschrikkelijke, gevoelige land zo uitkijken. Je kan nergens meer over zeggen. Je kunt nergens meer over praten of je hebt ook een bedreiging of weet ik veel aan je broek. Maar ik vind het een goede keeper. Ik vind dat knotje geen gezicht, maar ik vind het een goede keeper. Maar het knotje mag je wel iets over zeggen, toch? Of is het ook alweer een randje? Kijk, al die dames, die hebben dat lange haar. En die meiden die stoppen dat meestal weg in een paardenstaart. Dat ziet nog wat vrouwelijk uit. Maar een keeper die moet natuurlijk niet dat haar hebben rond... Je gaat het uitleggen ook, waarom. Ja, ja. en dan krijg je zo'n knotje, ja. Ja, nee, dan krijg je... Dat flatteert niet. Nee, maar Escha hoeft dat niet te doen. Die staat gewoon met dat wilde haar gewoon achter de bar, hè? Ja, Escha is een hele slechte keeper. Ja. Ja. Nou, in andere dingen heel goed, hoor ik. Je zei het zelf, Den. Zou je er iets meer over kunnen vertellen, of niet? Dan moet je dit programma niet doen, want dan moet je het uitleggen. Ja, nee, ik had het niet. Waar is hij dan zo goed in? Hij is een heleboel dingen heel goed. Ja? Ja. Ja. Noem eens wat. Nou, ja, zei, nou eigenlijk management en... We hebben alle tijd, neem je nee. Noem maar eens drie dingen van. Ik ben ook zo blij dat dat ding gewoon niet aanstaat. Ja, hij staat echt wel aan, hoor, kan ik je melden. Kijk, 0-0, reclame. Ja. Nee. We hebben een app!